Onze Korte Zomer. Een luisterspel van Stig Dagerman. Wij brengen u thans een belangrijke kennisgeving van de commissie ter naleving van de jaargetijden. Vandaag, om 12:08, wordt de zomer voor beëindigd verklaard. Wie handelt in strijd met deze maatregel en verder aanspraak maakt op de zomer, geldt als misdadiger en zal met bevriezing gestraft worden. Op het platteland door de plaatselijke autoriteiten en in de stad door de gezondheidsdienst. Vanaf hetzelfde tijdstip zenden onze radiostations uit op de koude golf minus 273 graden 800 kilohertz. Bovendien moeten alle personen die Zomers, Hooibergs, De Bader of Gijzer heten nog voor zonsondergang hun namen veranderen in Winters, Gletscher, IJskens en De Vries. Ik herhaal de kennisgeving van de commissie ter naleving van de jaargetijden. Vandaag om 12:08. Nee, geachte dames en heren, het gaat ons niets aan. We hebben niets gehoord. Wij zullen deze laatste zomerdag bij een eeuwig mooie bron verdromen. Het is een wolkeloze, stralende dag. Schaduw is er niet, alleen donkere vlekken van genot onder onze ogen. U, dames, bent Eva en u, mijn heren, Adamson. Natuurlijk hebben we gezondigd, maar zo diep zijn we nog niet gevallen. De zomer duurt eeuwig, het gras tiert welig en groen. De klok wijst... Liefste, hoe laat is het op de zonnewijzer? Vier over 12. Maar hij is een beetje achter. Ja, het regent waarschijnlijk weer in Zwitserland, zodat de zon moeilijk opschiet. Ik geloof dat ik maar eens aan de mierenhoop ga verder werken. Toen ik er gisteren kwam, hadden ze gevlacht. En wilden het leven der mieren van Maeterlinck lenen. Heb jij dat al gelezen? Och, boeken. Weet je wat ik graag eens zou willen, Adamson? Ja, dat is duidelijk. Een nieuwe slang. Een tijd lang heb je iedere dag van slang verwisseld. De laatste ziet er tamelijk versleten uit, hè? Versleten? Jij zou ook behoorlijk versleten zijn als ik jou altijd om mijn hals zou wikkelen. Zo. Zoals je wil. En daarbij, ik ben echt aan deze gehecht. Haar rug is prachtig getekend. En ze heeft een buigzame tong. Ha. Ze vertelt altijd zo'n gekke dingen in haar slaap. Vannacht nog siste ze in mijn oor. Zuiderse zengende zon in de zomer. Zomer? Wat is dat? Hoe zou ik dat weten? Ik ken toch de slangentaal niet? Luister eens, Adamson. Ik zou graag een struisvogel-ei willen. Ja? Ik ben die eeuwige koekoekseieren, duiveneieren en miereneieren zat. Wat wil je eigenlijk met een struisvogel-ei? Wat ik daarmee wil doen? Ja. Koken natuurlijk. In de bron, precies 2 minuten. 3. 2. Vooruit, laat zien wat je kan. Bezorg me een struisvogel-ei. Nou, een ogenblikje. Struis. Struis. Ik heb tot nu toe nog nooit om een struisvogel gefloot, geloof ik. Ja. Nu, pas op, hè. Domkop, een paard. Sinds wanneer leggen paarden eieren? Alsof je niet eens een paard van een struisvogel kan onderscheiden. Ja. Nee, dat is een kamele. Ja. Maar goed, nu heb ik het. Maar Adamson, alweer een fiets. En dat is nu al de 8e. Altijd maar heren fietsen. Mogen in het paradijs dan alleen maar de heren der schepping rondtoeren? Hey, maar nu schiet het me te binnen. U heeft gefloten? Een man!
Het werd echt tijd. En nu maar hopen dat hij kan fietsen. Pardon, wie bent u? Ik heb om een struisvogel gefloten. Ik ben de man die alles uitvoert wat andere mensen zich in het hoofd hebben gehaald. U wil per se een struisvogel-ei. En daar ben ik al, met het ei, fris uit blik. In het paradijs zijn er alleen struisvogel-eieren uit blik. Een struisvogel en ook nog het ei, dat kan ik met de beste wil van de wereld niet klaarspelen. Waarom eigenlijk niet? Als je 8 herenfitsen kunt krijgen. Heel eenvoudig, omdat ook het paradijs zijn wetten heeft, zoals we dadelijk zullen zien. Hoe laat is het op uw zonnewijzer, meneer Adamson? Ja, 6 minuten over 12. Ik leg het ei in de bron en laat het 2 minuten koken. Intussen kunnen mevrouw en meneer eventjes rondkijken. Het gras zo zacht. Niet zo zacht als mijn geliefde. De zon brandt heet. Heter brandt mijn geliefde. De bron is diep. Dieper dan bronnen is mijn geliefde. De hemel is naakt en bloot. Niet zo naakt en bloot als hij die ik lief heb. De hemel, de aarde zijn één. Ze omsluiten een parel. Jij bent mijn schitterende schaal uit parelmoer. En jij de parel, de heerlijkste van allen. 8 minuten over 12. Mevrouw, meneer, het ei is gekookt. Het spel is gedaan. Welk ei? Welk spel? Het struisvogel-ei. Om 8 over 12 was de zomer gedaan. Nu wordt het de kop uit het zand trekken. De zomer gedaan? Wat betekent dat? U hoeft alleen maar om u heen te kijken, dan ziet u het. Mijn zonnewijzer wordt overschaduwd. Het gras wordt grauw. Het gebladerte slap tussen de benen van de faun. De bomen rotten. De zon gaat naar de nachtploeg over. De mieren steken mij. En een adder met flitsende tong kronkelt uit mijn boezem. Ik ben naakt en bloot, verbrand door de zon. Adamson, vlug, fluit om bedekking voor mij. Niet eens een fiets. Waarom lacht u eigenlijk? Trouwens, wie bent u met het struisvogel-ei? En de baard? Waar komt de baard ineens vandaan? In de aktentas. In wiens opdracht wordt u plotseling zo bedrijvig? Als ik mij even mag voorstellen, deurwaarder Gabrielson van de commissie ter naleving der jaargetijden. Ik ben met de opdracht belast ervoor te zorgen dat de bevolking zich aan de jaargetijden houdt. Een ingewikkelde opdracht. Luister nu eens goed. De zomer is nu voorbij. De zomertoestand wordt zo dadelijk opgeheven. De mieren in hun onderaardse gangen gestuurd. Het zonnebrons wordt er afgeschropt. Op de weide rijm gestrooid. De dahlia's met herfstspray besproeid. Enzovoort, enzovoort. Trek dus uw kleren aan, stap op uw fietsen en verdwijn. Ik moet het gras bleken en de weide afstoffen. Ja, zo eenvoudig is dat nu ook weer niet, als je niet kan fietsen. En daarbij, wij begrijpen het niet, Eva en ik. Wat is dat eigenlijk, zomer? Zeg, mens, wilt u mij voor de gek houden? Nee, nee, hij heeft het niet zo bedoeld. Adamson kan geen mensen voor de gek houden. Luister nu eens, u hebt toch niet altijd zo geleefd? Ongekleed in het gras, bedoel ik? En eieren in de bron gekookt en gefloten en zo? Toch, eigenlijk wel. Zeer zeker zelfs. Of niet, Eva? Jawel, erewoord. En de zon zou zomaar de hele tijd geschenen hebben. Maar ja, meneer de deurwaarder. Pas toen u hier opdook, begon het een beetje te tochten. Klopt er iets niet? Of er iets niet klopt? Het brutaalste zomerdelict dat ik ooit geweten heb. Zoiets heb ik in mijn hele carrière nog niet beleefd. Ik moet zeggen, ik vind er geen woorden voor. Oh, een woordenboek wil ik u graag lenen. Adamson heeft het eens gekregen toen hij probeerde om Breems Leven van de Dieren te fluiten. We wilden namelijk weten of er iets met onze slang scheelde. Ze zag er altijd zo moe uit. Mevrouw, meneer, uw geval wordt op staande voet voor de jaargetijdencommissie gebracht. Ik zal persoonlijk voor de zwaarste straf pleiten die de wet voorziet. 6 maanden bevriezing in het hoge noorden op de top van de Kebnekaise. En vervolgens 6 maanden rendieren hoeden. Beschouwt u zich als gearresteerd. Verontschuldigt u mij, dames en heren, ik heb me vergist. Zelfs bij de bronnen spreekt en regeert de wet. De arm van de wet reikt verder dan de arm van de geliefde. De wet heeft meer macht dan men van de zomer kan verwachten. En zo dadelijk zal het verhoor beginnen. Eva en Adamson worden voor het tribunaal gebracht, als strafgevangenen gekleed, echte IJslandse wol.
De 18 leden van de commissie nemen hun 18 plaatsen in. Ieder heeft een beker regenwater voor zich en een dozijn zakdoeken. Links de procureur aan een klein tafeltje waarop het bewijsmateriaal ligt. Een hygrograaf, herfstbladeren, herfstgras en dergelijke. Geachte leden, mezelf inbegrepen, geëerd publiek, meneer de procureur, beklaagden beiderlei kunnen. We openen deze eerste herfstzitting door gezamenlijk onze neus te snuiten. Om te beginnen wil ik graag dadelijk de diepe symboliek van deze daad benadrukken, die namelijk bewijzen moet dat de commissie zich helemaal en volledig aan de natuurwetten onderwerpt, die gelden zowel voor dieren, mensen, planten, planeten als voor rijksinstellingen van om het even welke aard. Ter zake. Zoals we allemaal weten is het thans onze droeve plicht ons met een tegen de borst stuitend vergrijp bezig te houden. Voor ik het woord aan de heer procureur verleen, wil ik nog graag de precieze omstandigheden van dit geval kort samenvatten. Eerst een vraag aan de beklaagde. In het procesverbaal wordt melding gemaakt van het feit dat de beklaagden in ongeklede toestand aangetroffen werden, terwijl ze bij een warm waterbron in het gras lagen en om een struisvogel floten. Stemmen deze verklaringen met de waarheid overeen? Ja, dat wil zeggen, er kwam helemaal geen bron. Ik bedoel, er kwam geen struisvogel. Er kwam alleen een ei. En wat die bron betreft, die wordt alleen maar warm als je erin wil koken. Op zichzelf is de bron dus helemaal niet heet. Bij het vooronderzoek heeft de mannelijke beklaagde verklaard dat hij de hele zomer al fluitend heeft doorgebracht en dat hij zelf en zijn vrouw daarvan leefden. Ja. Op genoemde verblijfplaats werd een aanzienlijk aantal fietsen gevonden. Is dat zo? Zo ja, hoe is deze vondst te verklaren? Nou ja, juist fluiten is zeker niet zo eenvoudig als de heer voorzitter wel zou denken. Bijvoorbeeld, je wil graag sardines in olie, je fluit. En wat krijg je? Waarschijnlijk gemarineerde garnalen. Begrijpt u? Nee. Staat u toe dat ik het voor u demonstreer? Ja, bij dit gefluit kwam er een homeopaat. Of een chromosomenkonijntje. Ja, dat hangt van een uiterst kleine nuance af. Van zo'n pietepeuterig niemendalletje. Als u het misschien eens wilt proberen. Het is een koud kunstje, hoor. Nou ja. Meneer de voorzitter, als je fluit, dan dien je er toch aan te denken dat er dames kunnen bij zijn. Je kan toch niet om het even waar of wanneer gaan fluiten wat er in je hoofd opkomt. Het woord is thans aan de procureur. Meneer de voorzitter, geachte leden van de jaargetijdencommissie. Laat ik met de volgende schijnbaar vanzelfsprekende vaststelling beginnen. Eerbied voor de jaargetijden veronderstelt ook eerbied voor de natuurwetten. Veroorloof mij verder op een detail te wijzen dat door het akoestische experiment van de voorzitter vergeten werd. Bij het vooronderzoek namelijk hebben de beklaagden verklaard niet het flauwste benul te hebben van het begrip zomer. Klopt dat? Ja, meneer de procureur. Dat wil zeggen, mijn slang heeft eens in haar slaap daarover gefantaseerd. En de volgende dag vroeg ik mijn man om een conversatielexicon te fluiten. Juist. Deel 17. Selderijknol tot strafprocedure. Dan had u dus toch de nodige informatie kunnen vinden. Ja, dat zou je denken. Maar stel u voor, als men bij zomer zoekt, staat er een verwijzing naar jaargetijden. Jawel, maar er staan toch nog meer delen. De 9e bijvoorbeeld, hinkepoot tot kakkerlak. Meneer de procureur, heeft u al eens geprobeerd te fluiten om deel hinkepoot tot kakkerlak? Zie je wel, maar mijn man heeft het geprobeerd. De eerste keer kwam er een historicus en daarna een kamerlid. Ze hadden allebei geen flauw begrip van zomer. Ja, en het kamerlid was verontwaardigd omdat we voor hem geen kamer hadden om in te zetelen. Meneer de voorzitter, naar mijn mening hebben we hier met ongewoon hardnekkige delinquenten te doen. Ik geef toe, dit is harde taal, maar ze is gerechtvaardigd. Het is nog niet genoeg dat deze individuen de zomer gebruiken om het bestaan van de natuurwetten en dus ook ons aller bestaan te verloochenen.
Ze hullen zich ook nog in de dekmantel der onwetendheid en leiden al dus beschermd een onverantwoordelijk leven. Ik hoef er de aanwezigen alleen maar aan te herinneren hoe een verantwoordelijk burger zijn zomer nuttig gebruikt. Hij houdt toespraken, patriotische redenvoeringen, inwijdingsvoordrachten. Hij telt wolken voor de weerdienst en verlangt naar regen. Hij haalt zijn oogst in en bouwt schuren voor de wintervoorraad. Hij verbrandt zijn schepen en bruggen en wordt tentburger, strandburger, badburger. Maar, mijn heren, hij fluit niet. En als hij toch fluit, dan komt er geen struisvogel, maar de politie die hem het fluiten in het openbaar afleert. Maar meneer de procureur, als het toch zomer is en mijn man fluit en er komen toevallig geen politieagenten, maar struisvogeleieren of fietsen of kamerleden, kunnen wij daar iets aan doen? Luister, mevrouw Adamson. Politieagenten komen alleen af op een sociaal verantwoordelijkheidsbewust burger als hij zondigt tegen de wet op het rustverstorend lawaai. Maar laat mij nu mijn pleidooi voortzetten. Verder wil ik beklemtonen dat de beklaagden inbreuk gepleegd hebben op de natuurwetten. Maar dat is nog altijd niet het ergste. Bezwarender is volgens mij dat zij van het bestaan van die wetten geen flauw vermoeden hadden. Met dit feit dient vooral rekening gehouden, mijn heren, wanneer ik in wat volgt het begrip onwetendheid tegenover de begrippen illusie en onschuld plaats. Nou, als onschuld zou ik toch niet graag... Maar, Adamson... Staat u mij toe dat ik u even laat zien welke gevaren de onwetendheid inhoudt voor onze gemeenschappelijke beschaving? Beklaagde, kunt u herkennen wat ik u laat zien? Ja, dat is... Dat is gras. Ik wed dat... Het is mijn plicht de heer procureur erop te wijzen dat volgens onze standaardwet het afsluiten van weddenschappen verboden is, zolang de jaargetijden rechtbank zetelt. Meneer de procureur, mag ik u vragen uw neus te snuiten? Geachte heren, onder andere omstandigheden dus, zou ik gewed hebben dat de beklaagden niet eens het gras hebben afgekookt voor ze erop gingen liggen. Ofwel. Nu, Adamson, dat hebben we inderdaad vergeten. We waren ook zo gehaast. Kijk eens aan. Wat denkt u wel dat dit voor gevolgen kan hebben op de volksgezondheid, als zogenaamde liefdespaartjes het gras in de zomer niet zouden afkoken? De gevolgen, mijn heren, zouden afschuwelijk zijn. Grasschrammen, groenvergiftiging, grasgroene virusinfecties. Sta mij nog even toe te herinneren aan de wetsparagrafen over de struisvogels. Beter geen struisvogelei in de hand dan de kop in het zand. En hoe luidde ook weer paragraaf 7 van de wetten op de fietsen? Personen die niet kunnen fietsen, mogen nog stuurstang, nog trapper hun eigendom noemen. Meneer de voorzitter, meneer de procureur, wij zijn onschuldig. Ik heb alleen gefloten, dat is alles. Ik heb alleen maar mijn vrouw lief gehad. Wij zijn allemaal onschuldig. De struisvogels, de paarden, Eva en ik die dit zeg. Wat mij betreft is ook de zon onschuldig. En het gras, de slangen en de mieren. Misschien bent zelfs u, meneer de procureur, onschuldig. Onwetendheid, meneer, is geen privilege, maar een vergrijp. En het moet gedaan zijn met de pathos van de onwetendheid. We gaan over tot de juridische feiten. Meneer de voorzitter, de beklaagde noemde het woord liefhebben. Mag ik u vragen de augustus tot mei wetten na te slaan, paragraaf 13, alinea 8, en leest u de beklaagde de tekst eens voor? Liefde in de maand augustus draagt vrucht in de maand mei. Vrucht? Jawel, mevrouw Adamson, zo luidt de wet. Het is ongeoorloofd lief te hebben in augustus, zonder daarbij aan mij te denken. Maar wacht u maar af, het gaat nog verder. De beklaagde luistert naar de voornaam Karel, nietwaar? Ja, meneer de procureur. En mag ik u vragen, meneer de voorzitter, het derde deel van de novemberwetten na te slaan, paragraaf 3, 11 graden longitudinaal noordelijk? Jij moet de noorderwind trotseren, Karel. Aha. Hieruit kunnen we opmaken dat ieder die de voornaam Karel draagt, in november de noorderwind moet trotseren.
Mij persoonlijk, en ik neem ook aan de andere aanwezigen, is het niet erg duidelijk hoe de beklaagde met zijn huidige onwetendheid van de zomerwetten deze plicht zal nakomen. Ten slotte wil ik graag nog herinneren aan de algemene voorschriften van de kerstmis- en decemberwetten, vooral wat het klimaat en het dierenleven in deze tijd betreft. Eerst en vooral moet er lichtdwarrelende sneeuw zijn, evenals een stille en starre zee. En verder, de kraanvogels moeten naar het zuiden trekken. Meneer de voorzitter, mag ik een directe vraag stellen aan de beklaagde? Adamson, kunt u zich voorstellen hoe de kraanvogels naar het zuiden vliegen als er eeuwig zomer heerst? Ja, daar heb ik werkelijk nog nooit aan gedacht, dat de kraanvogels naar het zuiden moeten trekken. Maar u hebt natuurlijk gelijk. Ja, als je er goed over nadenkt dan. Daar de jaargetijdencommissie om 13:00 voor een gezamenlijk niezen in de Kamer van Afgevaardigden samenkomt, moet ik de heer procureur wel vragen om verwijld tot het slotpleidooi over te gaan. Gezondheid, meneer de rechter. En wat ons betreft, wij hebben geen haast. Mijn heren, laat ik even kort samenvatten. Ik wil daarbij vooral benadrukken dat de minachting voor de jaargetijden in drievoudig opzicht leidt tot cynische smaad tegen de maatschappelijke orde. Ten eerste, op het gebied van het liefdeleven. Bij voortdurende ongecontroleerde inwerking van de zon vergeten de beklaagden door de vreugden van de liefde de lasten ervan. Ten tweede, in de zoologische sector. Mensen die zich inbeelden dat ze een eeuwige zomer nodig hebben, vergeten daarbij hoe noodzakelijk de winter voor de dieren is. De kraanvogels bijvoorbeeld zouden niet naar het zuiden trekken. En we weten toch allemaal dat die lange afstandsvluchten voor alle trekvogels van fundamentele betekenis zijn. Bovendien gunnen de beklaagden de mieren hun recht op een winterslaap niet. En ieder van ons, mijn heren, die ooit overwerkte mieren onder hun vracht hebben zien wankelen op de weg naar hun hoop die hun meer en meer over de kop groeit, weet waarvan ik spreek. En heeft de beer soms een winterrust in een beschut hol niet nodig? Moeten wij misschien toelaten dat die arme berendieren rusteloos van het ene hol naar het andere rennen op de vlucht voor een eeuwige zomer? Ten derde hebben we nog het economisch-psychologisch standpunt. De beklaagde geeft met onverbloemd cynisme toe, ik fluit en struisvogels kwamen aangelopen, fietsen kwamen aangerold, ja, vooral fietsen. Ziet u dan niet het vreselijke gevaar dat op ons toekomt, mijn heren, als we niet bijtijds een einde maken aan de stormloop van deze zomermensen? We worden een land van onbeheerde fietsen, een natie van herderloze struisvogels, een volk van lanterfantende fluiters. Mijn heren, wordt u niet ongeduldig. Ik vraag nog even de aandacht. Voor ik de strafeis stel, moet ik nog een sentimenteel vooroordeel weerleggen dat blijkbaar inherent is aan het liederlijke zomerdenken. Ik denk hierbij aan diegenen die met voorliefde de begrippen onwetendheid en domheid met onschuld en illusie verwarren. Illusie, in dit geval de illusie van de eeuwige zomer, zou, naar men beweert, positief zijn. En de onschuld een deugd, dit, mijn heren, verwerp ik. De illusie is een vergrijp, de onschuld een complot tegen de wetten. Als we het onkruid met de wortel willen uitroeien, dan is het onze plicht in naam van de staat de illusie door desillusie te vervangen en de onschuld in de bron te verdrinken. Met het oog hierop wil ik de volgende straf voorstellen. Wegens minachting der natuurwetten, wegens verderfelijke illusies over de bestendigheid van de zomer en de vreugden hieraan verbonden, en wegens criminele onschuld die tot chaotische toestanden leidt, moeten de beklaagden onvoorwaardelijk tot levenslange bevriezing veroordeeld worden. Mijn heren, ik snuit mijn neus. Oh, Adamson, ik ben bevroren van de kou. Lieveling, wij hebben onze zomer gehad. Na zo'n zomer is het geen schande bevroren te worden. Een schande die je met de aardbeien deelt.
kan geen schande zijn. Zeer geachte leden, ikzelf inbegrepen. We trekken ons in de koelkamer terug om over het vonnis te beraadslagen. Breng de beklaagde naar hun koelkasten. Open de ramen opdat er een behoorlijke tocht zou ontstaan. Laat de mist horens loeien. Zelf inbegrepen, geacht publiek, beklaagden beiderlei kunnen. Na rijberaad zijn de leden van de jaargetijdencommissie het eens geworden over het volgende vonnis. De jeugdige leeftijd der beklaagden in acht genomen, als ook de eenzijdige klimatische omstandigheden en de ontbrekende mogelijkheid tot desillusioneren, werd een milder vonnis dan wat de heer procureur voorstelde, toegepast. We hebben daarom besloten de heer en mevrouw Adamson wegens hun delict tegen de desillusioneringseisen te veroordelen tot een verdubbeling van de burgerlijke en politieke rechten voor een duur van 10 jaar en tot 1 uur controle. Als hulp voor de voorwaardelijk veroordeelden heeft de commissie Dr. Hafkin Habrielson aangesteld, docent in de psychologie der sociale ontgoochelingen. Geachte dames en heren, ik verklaar de zitting voor gesloten. Adamson, ik ben bang. Wat is dat voor een zonderling gedoe hier? Waarom hebben ze ons hier naartoe gebracht? In die gekke machines? Ze zijn toch niet van plan ons te bevriezen? Och, kom. Je hebt toch gehoord wat de rechter gezegd heeft? Hm? Ik hoop maar dat die Gabrielson gauw terugkeert. Maar Adamson, denkt toch eens na. Als de straf waartoe wij veroordeeld zijn nog erger was geweest. Destillering of hoe dat heet? Desillusionering. Daarbij hoef je tenminste niet te bevriezen. Maar daar is Gabrielson al terug. Hij brengt er zelfs nog één mee. Ja, lieve vrienden, hier staan we dan, vol illusies en andere tralala. Gekke plek, hè, waar die dokter Gabrielson jullie naartoe heeft gebracht. Gekke vent, hè. En die rare machientjes en apparaatjes overal. Misschien lijkt het ons allemaal een beetje akelig, niet? Tja, bijzonder zomers is het hier alleszins niet. Nou, ik wil u het geheim verraden. Dames en heren, we bevinden ons in het teltoestel. Mag ik u het hoofd van dit bedrijf voorstellen, dokter Herfstman? Telwerk? Wat wordt hier geteld? Alles. Eenvoudigweg alles. Niet waar, dokter? Daar kunt u op rekenen. Als hoofd van het telwerk zet ik mijn eergierigheid in om alles in dit land te tellen. Van de ruiters die van het paard vallen tot de paarden die van de ruiters vallen. Van de slapelozen die schaapjes tellen tot de schaapjes die slapelozen tellen. En dit alles ingedeeld per district en per jaargetijde. Maar wij hoeven niets geteld te hebben, heren doktoren. We hebben alleen honger. We hebben een reusachtig ei thuis in de bron. En bovendien willen we naar huis om te leren fietsen. Omdat we onze fietsen zouden mogen behouden. Rustig aan, lieve vrienden, dat komt vlug voor mekaar. U bent hier om gedesillusioneerd te worden, zo luidt het vonnis. En daarom heb ik u hierheen gebracht. Want, lieve vrienden, desillusie begint bij de statistiek. Dokter Herfstman, wilt u zo vriendelijk zijn een beetje zomer te demonstreren? Een ogenblik. Wat komt eerst aan de beurt? Ah ja, laten we eens het wolkenaantal nemen in het district Orebro. Het aantal wolken van vorige zomer. Niet slecht. 5.739. Gemiddeld 191,3 wolken per dag.
Waren er werkelijk zoveel wolken vorige zomer, dan zou de zon toch bijna nooit geschenen hebben. De zon schijnt nooit zo overvloedig als men achteraf wel denkt. Dat kan je trouwens makkelijk narekenen, want terwijl het aantal zonnen gelijk is aan 1, bedroeg het aantal wolken 5739. Ja, daar heb ik alleszins nog nooit aan gedacht. Maar het klopt, er is inderdaad maar 1 zon. Is er misschien iets wat mevrouw of meneer bijzonder interesseert? Oh ja, mijn man is dol op mieren. Mieren? Het aantal vertrapte mierenhopen bedroeg het vorig jaar juni in het district Kronoberg 384. De vergelijking kunnen we misschien eens het gewest Kopparberg in augustus 1928 erbij halen. Is merkwaardig. Eveneens 384. Dit is werkelijk zeer interessant. Wie zou dat gedacht hebben? Interessant? Is het dan niet verschrikkelijk? Als je bedenkt wat een gevroet er in zo'n mierenhoop steekt. Ik geef dokter Herfstman volkomen gelijk. Het overeenstemmen der getallen is inderdaad merkwaardig. We kunnen hieruit leren dat de mensen in de manifestatie van hun karaktereigenschappen altijd hetzelfde blijven, zelfs in de zomer. Zijn er nog vragen, mevrouw of meneer? Ik heb alleen interesse voor mijn man. Jullie kunnen me gestolen worden met jullie stomme machines. Ik wil weg. Ik wil naar huis. Kom, Adamson. Kalmpjes aan, mevrouw. De straf is nog niet uitgeboet. U hebt dus wel interesse voor uw man. Kijk eens aan. We zitten meteen in de liefde-rubriek. Laten we dokter Herfstman eens consulteren. Ja, het is allemaal maar half zo erg als het wel klinkt. Het zoemt slechts een beetje. We zullen zien. Het aantal in het district Stockholm gewisselde kussen. Noem mij eens een dag. Neemt u maar 10 juli. Dat is Eva's verjaardag. 10 juli. 4.351.668. Zoveel zoenen. Zoveel. Wat denken de mensen eigenlijk terwijl ze doen? Nu ja, dit was een buitengewone hete dag. Maar laten we in plaats hiervan eens een koude, regenachtige dag als 22 juli nemen. Met een gemiddelde temperatuur van plus 6 graden. Toen waren er maar 1.663.129. Wij zoenen ook niet zo vaak als het regent. Je krijgt dan zoveel nattigheid binnen. Maar doen de anderen het dan ook zo? Beslist. Ze doen allemaal precies hetzelfde. Maar je hoeft daarom toch niet meteen bleek te worden, liefje. Het leven van de mens is gebaseerd op eeuwig en altijd dezelfde gedragspatronen. Ook de zomer kan hier niets aan veranderen. U denkt dat u anders bent omdat u elkaar lief hebt en omdat het warm is. U doet het daarbij op dezelfde manier anders als alle anderen. Over naar het volgende punt. Ik kan niet meer, Adamson. Het aantal trouwringen die in het district Blekingen op zaterdag 9 juni in de jas werden gestoken, 671. Niet mis voor zo'n klein district. We hadden nog een beter resultaat geboekt, was het weer warmer geweest. Hebben we nu genoeg cijfers gehoord? Of moeten we ook nog vaststellen hoeveel harten er in eiken, respectievelijk beuken, dennen of linden werden gekerfd? Hoeveel armbandhorloges er in verscheidene districten onder dezelfde boomsoort werden verloren? En hoeveel vierkante kilometer weide er werd platgelegen? Dank u, het zal wel volstaan. Mogen we nu gaan? Een ogenblik nog. Het teltoestel beschikt over een bijzonder interessante akoestische afdeling. Zoals u weet, mevrouw, meneer, wordt de mens gedeeltelijk door geluiden omringd en brengt hier gedeeltelijk zelf voort. Ieder afzonderlijke klank verschilt volgens omgeving, weer en jaargetijden. Dokter Herfstman, wilt u zo vriendelijk zijn ons een paar zomergeluiden te laten horen?
Kunt u mij zeggen wat dat was? Dat was een motorboot die toette. Precies. En nu zouden we graag eens horen hoe diezelfde motorboot klinkt als de echtgenote erbij is. En als de echtgenote aan het roer zit. Goed zo. Met de minnares aan boord. En nu nog als een lading bier mee hebben. Dank u. En wat willen we nu nog horen? Doet u zelf eens een voorstel. Oh, mag ik alsjeblieft eens het gras horen groeien, thuis bij de bron. Ah, de oude bron is dus nog steeds niet vergeten. Nou ja. Misschien mag ik in de plaats iets anders voorstellen wat mevrouw en meneer bijzonder zou kunnen interesseren, namelijk de akoestische weergaven van een zomerliefde op een klippeneiland. Dokter Herfstman, wij zouden u graag willen bedanken voor het bezoek aan het teltoestel. Wij wensen u verder een goed teljaar. Wel, lieve vrienden, hoe voelen we ons nu? Behoorlijk gedesillusioneerd, hè? Is onze strafmaat nu nog niet meer dan vol? Een uur controle, werd er gezegd. Nee, we hebben nog een beetje tijd over. Wat dacht u van een paar praktische oefeningen buiten in het leven, zoals dat heet? Het is wel zo dat de statistiek de basis is van iedere desillusie, maar we moeten eraan verder bouwen en het leven zelf kan ons daar het best bij helpen. Hoe voelt u zich, mevrouw Adamson? Een beetje bleek rond de neus, geloof ik? Het gaat wel weer over, buiten, in de frisse lucht. Laten we dat maar niet hopen. U weet toch aangetast door de bleekheid van het denken. Ja, we hebben ons eigenlijk uitvoerig met de zomerliefde bezig gehouden, statistisch en akoestisch. Bent u nog altijd van mening dat de liefde-illusie moet gehandhaafd blijven? Ja en nee. Nee. Eigenlijk... Jawel, we blijven erbij. Nou, dan gaan we eens verder kijken. Ik was van plan een kort schoolbezoek te maken. Misschien is het heel nuttig te ervaren welke uitwerkingen de zomerliefde op pedagogisch gebied kan hebben. Ziet u, het leven heeft veel aspecten. De erotiek geeft aanleiding tot ontgoochelingen. En niet alleen op erotisch gebied. Ziezo, we gaan nu een klas binnen met louter potentiële zittenblijvers. De zomervakantie is bijna gedaan en zoals u weet krijgen deze zittenblijvers nog een kans. Ze kunnen een herexamen afleggen en wie in de vakantie hard geblokt heeft, mag tenslotte toch nog over. Wie echter zijn zomer verprutst heeft, blijft uiteindelijk zitten. Een rechtvaardig iets dus. Daar is de leraar. Dag jongens. Het doet me genoegen, jullie misschien minder, dat we elkaar hier al ontmoeten voor het schooljaar definitief begint. Jullie zien er goed uitgerust en bruin gebrand uit. Wel, Carl Hugo Johansen? Mensana in corpore sano. Juist. En misschien komt er nog wat meer. Hoe was dat toen ook weer in mei, Carl Hugo? Een beetje zwak, hè? Wel, hoe zeg je bijvoorbeeld leven in het Engels? To live, meneer. Juist, to live, ja. Hoe zouden we dat een beetje kunnen vervoegen? Laten we zeggen, in de onvoltooid tegenwoordige tijd. I live, you love, he loves. Hoe zegt u? Nog eens opnieuw. I live, you love, he loves. Eigenaardig.
Wie heeft jou bijgewerkt in de vakantie? Een student, meneer. Zeg eens, heb jij niet een zus? Ja, meneer. 16, 17 jaar ongeveer? 17, meneer. Had ik het niet gedacht. Ja, Karlich, of jij kan overgaan is een vraagteken. Ik vrees dat daar niets van in huis komt. Maar ik heb toch geleerd in de vakantie zoals het hoort. Stel je nu eens voor, Caligo, dat er een buitenlander, laten we zeggen een Griek, in een school terechtkomt waar jij les geeft. En hij zou leven in de onvoltooid tegenwoordige tijd enkelvoud als volgt vervoegen. Ik leef, jij hebt lief, hij heeft lief. Zou je de leerling voldoende geven? Zeer zeker niet, meneer. Zie je wel? Kijk, je moet tijdig leven van liefhebben leren onderscheiden. Liefhebben en leven is namelijk niet hetzelfde, Carl Hugo. Velen zijn voor de rest van hun leven blijven zitten, omdat ze niet tijdig dit onderscheid hebben ingezien. Daarom is het natuurlijk wel billijk als jij er een jaar over zit. Niet waar, Carl Hugo? Jawel, meneer. Leven en laten liefhebben. De les is gedaan, mevrouw en meneer. Gaan we? Arme jongen. Wat betekent arm hier? Dat zijn nu eenmaal de wetten. Leven en liefhebben is namelijk niet hetzelfde, mevrouw. De zomer geeft ons veel wat de herfst weer terugneemt. Daarom moet je de zomer wantrouwen. Daarom moet je bijna alles en iedereen wantrouwen, behalve de statistiek. De zomer heeft het uitzonderlijk voordeel dat ze ons duidelijker dan alle jaargetijden de drie etages van het leven toont. Droom, werkelijkheid en ontgoocheling. Maar de ontgoochelingen, dokter, zijn wat we later onze herinneringen noemen. En ze zijn strikt genomen de enige legale genotmiddelen van de burger. Zeer goed, meneer Adamson. U hebt blijkbaar al iets geleerd. Dan kunnen we dadelijk verder gaan. Wat denkt u van de zomer van de Crockettspelen? En hier hebben we dan meneer Hamer. Deze man heeft er zijn zomer voor over gehad om Crockettmeester te worden in deze badplaats. Hij heeft nog een, naar mijn mening, beslist minder interessante kwaliteit van de zomer ontdekt. De zomer is royaal genoeg om ieder willekeurig individu de kans te geven op gelijk welk gebied de beste te worden. Bijvoorbeeld als bloemenkweker, muggendoder, boogschutter of Crockettspeler. Maar vertel me nu eens of u ook maar een kleine zweem van vreugde op het gezicht van de Crockettspeler kunt ontdekken. Nee. Ziet u? Het volstaat namelijk niet te weten dat men de beste is. Een duidelijke onderscheiding schenkt ons pas de ware vreugde. Want die herinnert ons eraan dat we geleefd hebben. En helpt ons het nageslacht voor te houden. Kijk, in die zomer heb ik geleefd, ik die nu dood ben. We zijn net op tijd gekomen, lieve vrienden. Zo dadelijk wordt aan de meester in het Crockettspelen een onderscheiding uitgereikt. De burgemeester van het stadje bestijgt nu de tribune, de badkapel speelt een fanfare. Meneer Hamer schrijft door de haag van Crockettdoelen die in zekere zin voor hem gebogen staan. Hierbij wordt aan de heer Hamer, die dit jaar badplaatsmeester in het Crockettspel werd, de wisselbeker van de centrale voorwaterverdeling overhandigd. Een glas water, de sukkel. Hoe vreed de mensen toch zijn. Zo zijn nu eenmaal de wetten, mevrouw Adamson. De zomer eist zijn offers. Men vecht voor een beloning die uiteindelijk een vernedering blijkt te zijn. Dat was dus de zomer van de Crockettspeler. En zo zijn de zomers van vele mannen en mensen. Ja, mevrouw en meneer, onze les is bijna ten einde. En we zijn weer bij de bron beland die u als de beklagenswaardige offers van een schandelijke illusie verlaten hebt. Ik heb geprobeerd zo goed als ik kon u de desillusie terug te geven waarmee u geboren werd en die u zo schandelijk verknoeid hebt. Kijk nog eens om u heen met uw oude moede ogen en u zult moeten toegeven dat ik gelijk had. De eeuwige zomer is echt niet begerenswaardig. Ziet u hoe de zon door 5739 wolken verduisterd wordt? Bekijk het vertrappelde gras en de achtergelaten flarden van kleren onder de bomen.
Heb medelijden met de door liefdespijlen en harten geschonden boomschorsen. En luister naar de echo van 4 miljoen zoenen 3 maanden lang dagelijks gewisseld. En probeer nu elkaar lief te hebben. Jullie vliegjes in het web van de statistiek. Ik wacht. Sorry, dokter. Mogen we eerst nog het struisvogelei opeten? Ja, het struisvogelei. Het ligt gaar gekookt in de bron. Ga je gang. Ik wil niet storen. Ik zal zo lang wolken tellen. Eva, denk je dat het ei nu juist hard genoeg is? Nou ja, opgepast, klaar. Vooruit. Nu neem ik het ei en sla het verdomme op Gabrielsons knikker. Ah. Oh, dat was verrukkelijk hard gekookt. Keihard. Wil ik proberen te fluiten? Oh ja, ik denk zelfs dat het lukt. Wacht eens. Ambi, Ambrosia, Ambulance. Daar is hij al. Ik kan het nog, liefste. Vaarwel, Gabrielsson. Kijk toch eens hoe het gras zich weer opricht en de wolken als weggeblazen. En de bomen pure zijde als de wangen van mijn geliefde. Mijn kleren dwarrelende snippers. Heet komt de zon op. Ik ben heter dan zij, ik je vrouw. Heter dan alle zonnen ben ik je man. Er is er maar één en dat is genoeg. Maar één man, één zon. Onze liefde een brandende boemerang. Hij keert weer terug naar hen wier blik het heetst was. Alles keert weer behalve één de dood. Een korte droom, het leven van de geliefde. Maar hun zomer duurt lang. Kort is de zomer van de rekenaars. Maar hun leven duurt lang. Ofwel de warmte van de zomer. Of een leven in de kou. Een lang leven te lang. Of je moet leven als wij. Als wij. Als Eva. En Adamson. Onze korte zomer. Dat was een luisterspel van Stig Dagerman in een Nederlandse vertaling van Paul de Wispelare. Geluidsregie Luc Vierendeels. Technische realisatie Jeff Nuits en Werner Laget. In de rolverdeling hoorde u als Eva Hilde Sacré, Adamson Hugo Prinsen, Gabrielsson Mark Leemans. En verder hoorde u nog de stemmen van Gerard Vermeers, Robert van der Veeke, Jackie Morel, Jeff Burm en Janine Schevernels. Regie Jos Joos.